Jongens, welkom. Vandaag zijn we weer beland in het prachtige Contentveen. En ik sta hier op een plekje die jullie inmiddels allemaal wel kennen. De grote rechtbank. Wauw, wat staat die mooi te shinen. En jij ook. Vandaag is het mijn planning om eindelijk het interieur te doen. En we gaan er ook gewoon direct mee beginnen. In plaats van dat ik weer afgeleid raak door een of ander raar persoon. Of een boer. Of Alfred de archeoloog. Of Fred de robot. Weet ik van wie allemaal tegenwoordig in Contentveen leven. Nee. Vandaag raken wij niet afgeleid. Vandaag zijn wij gefocust. Net zoals dat jij gefocust bent op deze video en dat je hem nu gaat liken. En dat je nu abonneert, kom op. Nou, laten we gelijk beginnen jongens. We duiken er gelijk in. Mijn indeling gaat zijn, wacht, daar pak ik even wat blokken voor. De indeling gaat zijn, hier doe ik, omdat het dan perfect symmetrisch is, doe ik het zo. Hoppakee, dan hier een muurtje zo. Hier de doorgang, 1, 2, bim, 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 bim. Zo, kijk, dan hebben we gelijk twee mooie doorgangen. Weet je, dat je binnenkomt, heb je hier de balie, dat je niet gelijk doorloopt. Maar dan moet je echt door het wachtruimte heen. Dan hier, weet ik van wat. Zo gaat het, ik weet niet hoe een rechtbank er echt van binnen uitziet. Ik ben er nog nooit echt geweest. Je zou zeggen, gelukkig. Maar we gaan gewoon een beetje bouwen wat ik wel eens in films en series heb gezien. En dan dat proberen middeleeuws. Dus ik heb geen idee wat er van gaat komen, jongens. Maar niet boos worden als het niet op een rechtbank lijkt. Maar het gaat er wel op lijken, jongens. Maak je geen zorgen. Het gaat er gewoon echt goed op lijken. Ik heb er volledig vertrouwen in. Hoppakee. Kijk, er zit in ieder geval even een plafonnetje. Ja, dat is niet mooi. Dat het glas tegen... Nee, dat vind ik niet mooi. Oeh, dat gaan we gelijk aanpassen. Ik wil zeggen, het plafonnetje zit erin, maar het plafonnetje gaat er weer uit. Dag, plafond. Doei. Dat is leuk dat je er was. Heel eventjes snel tussendoor, jongens, voordat we verder gaan. Ik heb vorige aflevering natuurlijk het prachtige boerengebied uitgebreid en zo. En de wortels die staan nog steeds, ondanks dat de boeren allergisch zijn. Maar, moet je zien, die bouwvakker zit volgens mij vast daar. Hij staat er letterlijk nog steeds. Al sinds de vorige video, en dat is al een tijdje geleden. Dus ik weet niet of ik nou actie moet gaan ondernemen om te vragen of hij hulp nodig heeft. Of dat ik het maar gewoon moet laten zoals het is. Ik weet het niet. Weet je, laten we hem nog maar even laten staan. Komen we later ergens deze video terug om te kijken of hij nog steeds daar vast zit op die... Ja... Wat is het? Een hijskraan of zo? Want het is best zielig om daar het neefje van Boer Martin te laten zitten. Oké, ik denk dat ik de wachtruimte hier dan maar gewoon hoog maak. Dat het echt een hele hoge wachtruimte is. Maar het heeft dan op zich ook wel weer wat, weet je? Dat je echt in een grote massale ruimte terechtkomt. Ik denk dat we dat dan maar gaan doen. En het raampje hier zal dan maar gewoon op deze manier moeten. Gewoon iets meer, ja, als een soort inkeping in de muur. Kijk, zoals dit. Aan de andere kant zie je het beter. Dan kan ik daar misschien mooie bosjes plaatsen en zo. Ja, jongens, dit komt helemaal goed. Dit gaat helemaal goed komen. Weet je, laten we deze lobby wachtruimte hier gewoon even afmaken en laat ik het resultaat wel aan jullie zien. Hallo! Oké, ik heb heel het interieur alvast gewoon gedaan, jongens. Ik hoef alleen nog maar letterlijk deze mooie, prachtige armor stand hier te plaatsen. En ik heb er geen armor voor op het moment, denk ik. Ik denk niet dat ik echt nu echt snel armor heb liggen. Maar ik heb best een, ja, redelijk simpel design gekozen. Gewoon een leuk blauw vloertje erin. Rood is het kasteel. Groen was bij de bank van Fred volgens mij. Of was ook rood. Dus ik dacht, weet je, bij de rechtbank doen we het gewoon blauw. Doen we een mooie blauwe vloer. Pas mooi bij het witte hier. Zeker als je ook nog van die rode bloemetjes hier en daar plaatst. En van die leuke groene dingetjes hier. Eigenlijk moeten daar nog signs omheen, vind ik. Of hier een sign en daar een sign. Alleen, ik heb geen sign meer. Ja, ik kan hem maken. Nee, ik kan hem ook niet maken. Skip dat. Leuke wachtbankjes hier waar je kan zitten. Kan je zo lekker wachten. Dan hier ook een bankje waar je kan zitten en wachten. Hier de receptie waar iemand binnen kan komen en die zegt welke kant je op moet of zo. Misschien gaan daar de getuigen heen of de jury of de familie van degene die aangeklaagd wordt. Of aan die kant degene, de familie van degene die de aanklager is. Weet je, weet ik veel jongen hoe een bank werkt. Of een rechtbank. In ieder geval hele leuke ruimte. Gewoon een houten plafonnetje erin. Ook lekker simpel. Wat raampjes daar. Gewoon voor het idee. Ik denk dat namelijk deze ruimte hier ook zo groot wordt. Dat het gewoon lekker hoog wordt. Dus dan betekent dat ik dit sowieso helemaal door moet gaan trekken hierheen. Kijk, nu is net een grote A. Maken we aan deze kant ook even de A. Hoppakee. En dan hier dit helemaal dicht. Heb ik nog genoeg kelsuit bij me? Ik denk het niet, hè? Nee, het is op. Net zoals dat mijn vuurwerk bijna op is, heb ik ook nog maar twee van. Maar gelukkig hebben we in de kist nog genoeg liggen, jongens. Hoef ons geen zorgen te maken. Ik denk dat die Martin de advocaat slash boer wel echt blij gaat zijn als dit zeg maar af is. En ik ben heel benieuwd wat voor rechtszaken dan gaat komen tussen mij en Jan. De rechtszaak gaat echt tussen mij en Jan zijn. En ik weet niet wat die Jan wil, of hij geld wil, of dat hij gewoon koppig is. Ik heb echt geen idee, jongens. Ik heb echt geen idee. Kijk, dit ziet er al even wat beter uit, hè? Het ziet er niet mooi uit of zo. Maar wel beter. En beter is in dit geval even belangrijk. Misschien dat we dan zo doen. Hier, hoppakee, zoals dit. Waardoor het echt als een... Ja, voelt het als een iets steviger doorgang. Ja, en dan nu moet deze muur weg. Maar gelukkig staat deze beacon hier. Dus ik kan hakken wat ik wil. En dat gaat heel snel. Oh, maar dat gaat wel een saai taakje zijn. Nee, die hele muur weghakken hier. Even kijken hoe ver... Ik weet ook niet hoe ver ik dat wil doen. Dat is een beetje een ding. Oh, maar deze... Nou, weet je, maakt niet uit. Laten we even kijken. Laten we eerst even alle blokken wegstoppen die ik bij me heb.
Dat zijn deze allemaal. Zo, hoppakee. Die zijn allemaal weer terug in die kistjes geplaatst. En dan gaan we het toch maar eventjes doen, jongens. We gaan de muur hier weghakken. Oh, wat heb ik daar zin in. Hé, lekker hakken weer gewoon. Mijn favoriete taakje in Minecraft. Hersenloos hakken. Wat is dit hout hier? Wat is dit? Waarom zit hier hout? Huh? Nou ja, maakt niet uit. Maakt niet uit. Uiteindelijk wordt het toch allemaal wat anders. Zo, ik denk dat dit wel ver genoeg is. Althans, ik hoop het. Laat ik even een afstandje kijken. Zo. En dan kan ik daarna de bovenkant doen. Dat gaat pas een moeite worden. Ja, dit is wel ver genoeg. Ik denk niet dat ik het veel groter dan dit moet maken. Dan wordt het namelijk echt groter dan dat het moet zijn. Ik bedoel, we hebben hier gewoon een simpel klein ruimte hier. En dan zo hier de rechter. Ja, dit is leuk. Ik denk als ik dit ver genoeg maak, dat het leuk is. Het is enigszins wel groot. Maar het moet ook wel redelijk groot zijn. Zolang het maar niet te groot is. Ik weet niet of dat allemaal een beetje klopt wat ik zeg. Dat het logisch in jullie oren klinkt. Maar dat zal allemaal wel. Terwijl ik dit allemaal aan het hakken ben, jongens. Hè? Ik had jullie vorige aflevering verteld over een of andere rare makkers op YouTube. Deze guy. Hij is nu vet groot in beeld te zien. Deze guy met zijn mega grote neus. Rood t-shirt. Ziet er niet uit. Die guy probeert me in te halen op YouTube. En in het begin dacht ik van, weet je, laat hem lekker zijn ding doen. Weet je, het is allemaal prima. Maar inmiddels heeft die gast dus al gewoon 10.000 abonnees. Of bijna, weet ik. Volgens mij zit hij ongeveer op de 10.000 abonnees nu. Dus dat betekent dat het toch stiekem wel heel eng is. Hoe snel die gaat. Wij moeten even als de team hashtag team Walnut. Want hij laat overal hashtag team Makkers achter. Dat kan al helemaal niet. Dat disrespect dat hij daar toont. Moeten wij eigenlijk heel even hashtag team Walnut onder zijn video's achterlaten. Jongens, doe dat even. Support mij in deze strijd tegen Makkers. Alsjeblieft. Steun mij! Jongens, kom op. Wij zijn content fan. Wij kunnen dit. Hey, Rick joined the game. Wat gezellig. Wat een gezelligheid. Groot fan, zegt hij. Rick, ik haat je echt. Je bent een vreselijke jongen. Ik vond het leuk dat je er was, maar nu mag je weer lieven. Hij vraagt of je in de video mag. Groot fan. Omdat jij het bent. Maar we moeten het wel eerst even belichten hier. Want het is pikken donker. Alleen het is wel helemaal uitgehakt, jongens. Het was uiteindelijk niet zoveel werk. Ik dacht dat het echt heel veel werk zou zijn. Oh, daar heb je hem al. Met zijn Spencer aan. Mooi Spencer, Rick. Je ziet er echt heel mooi uit. Hey, Rick. Hey. Wat een gezelligheid. Kom binnen. Dankjewel. Welkom in de rechtbank waar ik eindelijk een keer een rechtszaak tegen jou zal starten. Of jij een keer moet stoppen met al die stomme abonneer op Rick Force botjes. Ik ben echt al zo lang gestopt. Waarom moet je dan nu pas... Omdat het zit nog steeds heel dwars, weet je. Ja, dus ik moet eigenlijk weer beginnen. Zodat we weer nee. Maar het is wel leuke content als je zo'n rechtszaak start samen. Dat is wel maar mooi. Kijk, dit is het. Hij is al lang niet af, maar mooi hè. Dit is de indeling, zo wil ik het graag hebben. Ja? Maar wel een open gevoel. Ja, op het deurtje hier zitten zeg maar de jury. Ja. De schuldige zit hier. Oké, ja. En dus hier de rechter zit geplakt tegen het klei, daar. Ah, die hangt daar gewoon. Die hangt daar gewoon, ja. Dat is een beetje zijn bedoeling. Ja, oké. Hang, jongen. Mm-hmm. Ja, en wat heb jij eigenlijk gedaan de afgelopen tijd, Content Fan? Want ik zie je nooit meer. Kijk. Ik zou even wat prachtigs laten zien. Als het sneeuw is, dat heb ik al gezien. Nee, dat is het niet. Het is niet het sneeuw. Ik heb wel je cadeautje ontvangen. Ja, vond je er, wat ja, vond je ervan? Het was een mooi cadeautje. Het is al vet bezig. Ik heb hier een dino begraven. Dat heb ik gedaan. Dat is niet waar. Dat is al vet gevonden. Klopt. Ga weg. Okay. Ik heb dit huis hier gebouwd. Die heb ik gebouwd. Oké. Ik heb hier... Dit heb ik gebouwd. Dat heb ik ook gebouwd. Ik heb... Ja, dan val je even door de mand, hè, Rick. Ik heb... Hoeveel handjes heb je? 3. Nee. Max. Oh, dat gaat. Vlieg maar weg. Nee, ik ga niks doen. Kom maar hierheen. Oh, nee. Mooie landing daarop. Waar heb je je Spencer nog aan? Ja, ik voelde me helemaal thuis op school. Dus ik denk ik merk het. Je hebt je Spencer nog aan. Ja. Ziet er wel goed uit. Ja, staat leuk, hè? Ja, ziet er leuk uit. Dankjewel. Ja, nee. Maar, Ik heb geen reet gedaan. Het ijs heb ik gemaakt. Het ijs heb je gedaan. Ja, leuk. Leuk samen met Noah. Ja, superleuk. Mm-hmm. Ja, leuk. Leuk. Leuk toevoeging meer op deze server. Ja, dankjewel. Hey, stop! Ik heb een leuk taakje voor jou. Oké. Nu je toch bent. Kijk, als je in plaats van dat je server joint hallo zegt en weer weggaat, ga je ik ben hele... het nog steeds. Dat klopt. Ga jij deze hele vloer hier zo slopen. En dan plaats je de boomblokken in deze mooie zelfde patroon als dit. Wat is het patroon? Gewoon. Nou, je kan hem ook zeg maar. Je kan het zeg maar ook zo plaatsen. Dat is niet de bedoeling, snap je? Ik zie amper verschil. Maar goed. Oké, dan kom ik zo terug, oké? En ik wil dat dit er subliem uitziet. Ja, maar je praat hier nu wel met de Force, hè? Alles ziet subliem eruit. Oké, zo terug. Waar heb je boomblokken trouwens? Die zitten hier in de kracht, kom maar. Kijk, mee. Boomblokken, die bewaar ik goed. Die kan je hier. Iets meer dan een stack. Okay. Je kan altijd nog meer bij Maurits' basis stelen wanneer nodig. Oké, helemaal goed. Top.
Hoi. Oké, jongens, dan is het nu tijd om vuurwerk te gaan halen. Maar ik zit wel een beetje met verdrietig nieuws. En dat is volgens mij dat Julianse vuurwerkwinkeltje, die is helemaal leeggekocht. Dus dan hebben wij geen vuurwerk. Dat is een probleem, volgens mij. Maar laten we even checken of dat zo is. Ja, die is helemaal leeggekocht. En ik heb nog maar 2 vuurwerkjes. Die gaan we even meenemen. Laten wij Julian even contact opnemen met Julian. Oké, Julian zegt dat hij hem bij gaat vullen. Dus ik verwacht elk moment linksonder in mijn beeld. Yieldtomax, join the game. En in die tussentijd wachten wij heel eventjes. Want in de bank hier, jongens. Hè, ik ging even kijken naar wat heb ik nou hier gedaan. Hoe heb ik dit nou allemaal gebouwd, weet je? En zo te zien heb ik kwartsblokken in de muren gebruikt. En dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie toevoeging als ik het zo zie, weet je? Dus ik denk dat ik ook inderdaad een beetje een soort half rond dak in de ruimte bij de rechtbank wil maken. Niet de Emerald Box. Het moet niet zo duur zijn, want het is een iets minder duur gebouw ook. Het is geen geldbank, maar een rechtbank. En dan denk ik dat ik ook de witte kwartsblok wil gaan gebruiken. Dus heb ik die nog? Dan ga ik mijn laatste 2 vuurwerkjes gebruiken om namelijk kasteel te vliegen. Zo, daar gaan we dan. Hoppakee. En boom, geland. Heb ik nog kwartsblokken, is de grote vraag. Kwarts. Oh, joh. Moet je nou kijken. We hebben mega veel kwarts. Die gaan we gelijk even brengen naar de rechtbank weer. Dan kunnen we die vast klaarzetten. En bada 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 beam. Waar gaan we die? We moeten even een apart kistje voor maken. Zullen we dat in een barrel doen? Dat is denk ik wel leuk, hè? Hier in een barrel, zo. Hoppakee, hier is mijn kwarts. Zo, boom, boom. Oh, jee. Oh, daar heb je Julian. Yieldtomax joined the game. Daar is hij, jongens. De redding. Laten we bij de winkel van Julian wachten. Tot het vuurwerk aanwezig is. Daar is hij. Daar is hij. Oh. Oh, hij is weg. Hij is gelijk zijn huis ingegaan. Oh, daar heb je hem weer. Oh, daar komt hij. Ja. 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 Vul het bij. Vul het bij. Vul het bij. Hij loopt weer weg. Hij zegt, oh jee, wat is er aan de hand? Hij zegt, oh jee, wat is er? Wat is er? Ik heb geen gunpowder meer. Oh nee, is dit alles? Hier. En de rest dan? Oh, hij gaat gelijk... Oké, hij gaat gelijk neermaken. Ik zeg wel, anders is er een crisis. Maar met 24 redden we het nog wel even deze aflevering. Dat komt wel goed. Gaan we even zuinig spelen. Normaal zou ik dit stukje vliegen, maar dan lopen we hem nu. Rick, controle. Wat is de sta... Oh, ik dacht dat jou klaar zou zijn. Nee. Het leek echt alsof ik je betrapt op iets. Hoe je me aankeken. Oh, zei... Nee, niks aan de hand. Niks aan de hand. Zal ik je even helpen met dit slopen zo? Ja, is goed. Ik heb een leuke taak voor jou. Ik als nieuwe baas van jou. Ja, wat is er, zeg ik maar? Ik kan boomblocks maken. Ah, top. Je moet er eerst boommule van maken. Ja, ik snap het niet. En ik dan moet je de boomblocks maken. Ik had die bones en ik dacht van, oké, wat moet ik hier nou mee? Ik denk, het werkt helemaal niet. En nu kijk je. Hoppakee. Het is letterlijk 1 stack. Precies 1 stack wat je aan me gaf. Weet je waarom ik een boomblok vloer erin doe? Omdat het wit is. Het klinkt als marmer. Wie is de gekke mol die daarboven op de lift staat? Huh? Ik ga erheen. Ook de lift. Oh! Oh, hij bedoelt die bouwvakker. Bouwvakker? Wacht, ik ga erheen. Ik ben zo terug. Okay. Hij bedoelt waarschijnlijk de bouwvakker, jongens. Die neef van Martin. Ja! En ik zei al, we moeten hem misschien redden. Ik dacht dat het een mol was in bouwkleding. Hoezo lijkt hij? Hij lijkt toch helemaal niet op een mol? Hij reageert alleen niet meer. En volgens mij is hij ook bang. Durft hij niet tegen mij te praten? Hij durft alleen tegen zijn neef Martin te praten, denk ik. Met je vaag figuur is het. Hé, waar ben je? Rick? Ik ben hier. Dit kan niet. Wat ben je doen? Met pieken! Ik ben dat ding aan het weghalen. Waarom? Omdat hij staat in de weg. Je bent me aan het oplichten. Hé. Hey. Wat? Hey. Je zit op mijn beacon. Je bent me aan het beroven. Je krijgt hem gewoon terug. Je bent me aan het beroven. Ik zie je hier voor in de rechtszaal. Oké. Nou, kom eraan hoor. Ja. Auw! Oh, auw! Oh, auw! Oh, fuck! Hoeveel hard is dat? Veel. Hé, niet zo schelden. Nu moet Mander het bliepen. Echt superveel. Goed zo, Sebastian, doe maar een biepje over. Ik doe het niet nog een keer. Draai het niet. Kom maar. Ik heb niet eens in mijn handen. Kijk wat daar boven zit. Je hoofd! Je hoofd erin! Nee! Dat is het enige blokje dat ik bij me had. Kut ik. Dat was het enige blokje dat ik bij me had. Hoe hard is deze hand? Mag ik mijn crafting table terug? Als jij sorry zegt. Ik zeg sorry. Sorry Rick Force. Sorry Rick Force. Grote Rick Force. Grootste YouTuber naast Marcus. En Walnut. En Walnut. Grootste YouTuber naast alle andere YouTubers die meer abonnees hebben dan hij. Zo. Dat is eigenlijk best wel logisch om te zeggen. Ja, klopt. Naast al die mensen die meer abonnees hebben dan jij, ben jij de grootste YouTuber. Dat zijn er niet veel. Hey, maar trouwens, valt dit blokje wel, dankjewel. Oh, wacht. Nee, wacht. Waar moet ik? Dit triggert me. Als hij nu in beneden valt. Oké, zo. Hoppakee. Hey, dankjewel. Wat wil je ervoor? Ik wil je ervoor betalen. Wacht, kom mee. Ik heb wat leuks voor je. Oh, ik wil nog graag 32 diamonds. Jij krijgt hiervoor, omdat jij dit gedaan hebt, heel veel enderpearls.
Nee, deze heb je van mij. Van jou? Ja, die had ik ook in het cadeau gedaan. Echt? Oh ja, maar weet je hoeveel je bij de Enderman Farm krijgt? Ja, ik weet het, maar wat moet duizenden ik duizenden van mijn gevoel. Hier, en, twee bricks. Is je nou aan het weggooien? Die vind ik, nee, ik gooi niks weg. Plus één iron ingot. Je gooit het weg! Nee, ik gooi het niet weg. Wat was het dan? Nee, ik zou niet durven. Ze liggen daar allemaal. Nee. Hier, en deze. Ja, die wil ik wel behalen, die wil ik wel hebben. Oké, okay. Nee, goede deal. Ja, dat was hem. Dus ik mag nu gewoon weg? Ja. Ja, ik hoef niks meer. Je bent vrij. Nee, super. Je bent weer vrij. Oké, top. Nou, was gezellig, hè? Ik zie je weer over 2 maanden. Even langs mijn winkel, of niet? Ja, ik kom eraan. Ja, Red Force. Ik zie je daar. Red Force, is goed. Oké. Joejoe. Alright jongens, ik vind het voor vandaag wel mooi geweest met de rechtbank. Ik wil dat even in etappes bouwen. Ik denk dat ik volgende keer in een grote timelapse dat ik dit allemaal bouw. Ik denk dat ik dat leuker vind dan dat ik nu allemaal ga vertellen wat ik doe. Ik merk toch dat ik timelapses leuker vind. In ieder geval deze aflevering dit alvast even gebouwd. Dat is al heel wat. Dan kunnen we de boeren weer blij maken. En dit hier, dat komt dan volgende aflevering. Rick die zei dat hij een winkeltje had. Red Force. Daar ben ik inderdaad nog geen één keer geweest. Dat is de redstone winkel van tegenwoordig. Van de stad. En daar ben ik gewoon nog een één keer geweest. Dat is best lullig eigenlijk. Komt u maar binnen. Oh, kijk. Hallo. Goeiedag. Ik kom hier graag om redstone dingen te zien. Ja, ik heb de... Kijk, ja, redstone. Kijk, redstone. Oh, dit is mooi. Dus redstone. Dit is dus waar iedereen het de laatste tijd over heeft. Ja, dit is de trend van 2022. Dit is de trend. Ook al is het bijna voorbij 2022, ja, maar dit de is het. De trend, ja. Dit is het gewoon. Dit is waar iedereen het over heeft, al die jongeren. Ja, dit is het. Dit is redstone. En wat doet het? Kijk, dat kan ik hier wel even uitleggen. Ja? Kijk, zoals je hier ziet, je ziet deze lamp. Mm-hmm. Kijk. Daar meen je. Ja, ik weet het. Hij ging gewoon uit. Hij ging gewoon uit. Kijk, en als ik hem weer overhaal. Nou, dit is... Ja, dat is en ongekend, deze grendel dan? Deze dan? Ja, kijk, die doet dus niks. Ja, maar kijk, nu snap ik niet wat er zo populair aan is, want... Ja, want? Het gaat er wel heen, zo te zien. Ja, maar dat komt. Kijk, zo, hè. Maar nu brandt het wel nog steeds. En als je nu zo doet... Kijk. Oh. Nu gloeit het niet meer. Nee. Deze zorgt dat het gloeit. Oh. En deze zet hem aan. Dus als ik dit weghaal, dan heeft eigenlijk de redstone niks met de lamp te maken. Nee, klopt. Kijk, het gaat boeien door deze level. Ah. Maar en wat heb je er nog meer? Ja, wat heb je nog meer te laten zien? Ja, kijk, ik heb hier al bijvoorbeeld dit. Dit is ja, dit. Kijk, als je hier kijkt, dit is Pieter. Oh, hij ziet er een beetje zagrijnig uit. Ja, klopt. Kijk, en als je zo doet... Dan is hij nog steeds zagrijnig. Oh, en daar zorgt de redstone voor. Maar, ja, en nu is hij een eenhoorn ook. Dus dat is ook leuk. Nu snap ik het. Nu is Pieter de eenhoorn. Ja. Kijk, en wat heeft redstone die erachter loopt ermee te maken? Ja, helemaal niks. Hij is er niet meer leuk. Kijk, dan heb je hier deze knop. Ja? Kijk, die zorgt dat die redstone aangaat. Maar ook weer uit. En ook weer uit, ja. Oh, dus aan en uit. Oké. Okay. Ja. Cool. En wat is dit? Welkom bij de werkplaats. Ja, oké. Dit is dus mijn werkplaats, inderdaad. Ja? Oké. En wat doe je hier in je werkplaats? Kijk. Ik kan jou even wel wat laten zien. Kijk, zie je hier bijvoorbeeld deze piston hier? Ja? Kijk, met die redstone, hè? Maar hoe werkt dat dan? Ja, kijk. Dus je sloopt deze. Kijk, dat is een redstone torch. Dus dat is dit. En dan in een stok. Ja, op een stok. Okay. En dan hou je dat ernaast. En dan vindt hij dat lekker. En dan gaat hij omhoog. Dat vind ik heel vies, dit. Dit gaan we net te ver. Dat hij omhoog gaat, dat hij het lekker vindt. Nee. Maar ik heb dus nog één speciale deal. Nou? Die is sinds vandaag te koop. En ik wil graag dat jij... voordat ik het aan iedereen hier in ContentVM publiek geef... Ja? Wil ik jou de kans geven om... Een primeurtje mee te maken. Een primeurtje. Dus kijk even mee. Ja? Kijk. Speciale deal. Speciale deal. Bacon. Beacon met goud voor maar 10. Oh! Dan kan ik een beacon kopen. Ja, dit is mijn speciale deal. Oh, dus als je hoeft er niet per se te kopen, maar als je geïnteresseerd bent... Ik moet wel zeggen, het lijkt wel heel erg op mijn beacon. Dus dat voelt wel vertrouwd. Had jij beacon? Ja, dat voelt wel vertrouwd. Ik ben hem kwijtgeraakt, mijn beacon. Ik had hem in de rechtbank staan, maar die ben ik kwijtgeraakt. Ik weet niet hoe het kan. Ach, je meent het. Dus dit voelt wel vertrouwd dat ik deze dan weer misschien terug kan kopen. 10 diamonds, zeg je? Ja, 10 diamonds inderdaad, ja. Weet je, ik denk er heel even over na, dan ben ik zo terug, oké? Ja, nee, dat is helemaal goed. Geen probleem. Ik zo terug, ja. Oké, ik heb erover nagedacht. Ik wil prima de deal doen, maar dan moet je me wel een beetje tegemoet komen met 8 diamonds. 8 diamonds, 8 diamonds. Je mag er even over nadenken als je wil. Ik bedoel, niet gelijk nu. Ik ga even... Ja, doe jij maar even nadenken. Ja, kijk, ik heb er dus over nagedacht. Ik ben het er op zich wel mee eens. Ja? Ja. 7 diamonds is de deal. Ja, 6 diamonds. 6 diamonds doen we, oké. Heb je hier ergens een chest staan?
Ja, zeker. Top. Even kijken. Ja, kun je daar kun je de 4 diamonds uit pakken? Top. Dan heb ik 3 diamonds hier voor jou. Dan geef ik 2. Super. Dankjewel. Heb je nog wisselgeld voor me? Ja, ik heb hier eentje terug nog voor je. Top. Dankjewel. Zo, ja, kan ik trouwens 1 diamond van je lenen? Dan kan ik even makkelijk vervoeren zometeen. Oh ja, natuurlijk. Ja, hier. Yes, top. Thanks. Super. Nee, dan doen we dat zo. Dan kan ik deze pakken gewoon, toch? Ja, ja, is helemaal goed. Top. Nou, fijn zaken doen. Leuk redstone deal dit. Uiteindelijk kom ik met goud in de bieken weg. Ja, precies. Leuke winkel. Nou, maar, dankjewel. Ga je hier denk je ooit winst mee maken? Jou zo niet. Ik heb nog net mijn eerste ding verkocht. Ah ja, dat klopt trouwens. Dat klopt. Ja. Hey, fijne dag, hè? Ik spreek je snel. Hey, hoi. Joejoe. Zo, jongens. We hebben even Rick afgetroggeld. Die sukkel die denkt even dat hij een beacon kan verkopen. Maar uiteindelijk heb ik hem voor niet eens 1 diamond. Wat een sukkel is het ook, hè? Ik heb gewoon een nieuwe beacon. Doe even mee in de chest. Alright, jongens. Volgens mij is Alfred vandaag niet bij zijn vondst. Ik weet niet waar hij dan is. Hij heeft ook nog niet verder gegraven. Maar ik wil hem vandaag aanbieden om een museum te maken voor hem. Want jullie vonden dat allemaal een goed idee in de reacties, had ik gelezen. Dus ik dacht dat we dat dan nou gewoon hier konden doen. Waar ik vorige aflevering vertelde. Dat we hier dan het museum van Alfred bouwen. Alfreds vondsten of weet ik veel hoe het. Maar jullie mogen een leuke naam bedenken. Reageer nu in de reactie een leuke naam voor Alfred zijn museum. De vondsten van Alfred of het Alfred Geologie Museum, Musea, verzin het. Jullie komen sowieso al met leuke namen. Terwijl je toch aan het reageren bent, vergeet zeker even ook niet te liken. En als je knopje nog rood is, vergeet dan ook niet te abonneren. Maar goed, voor nu ga ik deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb op zich qua progressie viel het wel mee. Deze video, het is letterlijk alleen eigenlijk dit hier, dit kleine hokje en voor de rest is het daar uitgehakt. Maar ik heb vorige aflevering een grote timelapse gehad waarin we het boerengebied verder hadden gemaakt en zo. Maar volgende aflevering wil ik verder gaan, met de rechtbank daadwerkelijk. En dan wil ik hem afmaken in de timelapse. Waarschijnlijk beginnen we de video daarmee dan. Of misschien ergens later in de video pas. Dat kan ook. Kijken we dan wel. In ieder geval, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Reageer even wat leuks. En dan nu, kijk lekker het vorige content van 1.0. Heb je deze nou gemist, moet je hem zeker even kijken. Ben je weer helemaal up-to-date. Weet je gewoon precies waar het over gaat. En dan nu spreek ik later. Glaasje water, flesje bier. Tot de volgende keer. Yeehoo!